Hallo, welkom terug aan tafel bij knottenwol.nl voor een Tunis haaktutorial van de Royal Summer Vibes Call 2021. We gaan nu week 4 laten zien. We gaan een iets andere steek doen, maar ik ga het helemaal uitleggen. Dus kijk je mee? We haken zoals altijd de eerste twee als een gewone Tunische steek samen, om te minderen. En dan gaan we om de volgende steek gaan we een full stitch maken. Dus we maken van dit ene lusje eigenlijk twee lusjes. Want we steken voor de steek in van voor naar achter en na de steek. Dus die ene steek zijn twee lusjes geworden. De volgende steek maken we dan een gewone Tunische steek. En dan gaan we dat weer doen. Om de volgende steek twee lusjes maken. Wacht even. Dus dit is de volgende steek. Is dat duidelijk te zien? En dan voor die steek ga ik van voor naar achter. Hè? En na die steek van voor naar achter. Nou, dan maak ik weer een gewone Tunische steek. En dit wisselen we zo af in de hele rij. Ik heb nu natuurlijk een proeflapje, dus wat minder steken. Dus ik ben nou aanbeland bij de middensteek. Nou, voor de middensteek gaan we net zo meerderen als in de andere weken. Dus voor de middensteek. Kijk, die heb ik gemarkeerd, die middensteek. En daarvoor maak ik dus ook weer een full stitch. De middensteek zelf maak ik een breisteek van. Dus de middensteek had ik gemarkeerd, dus die verplaats ik gelijk nadat ik hem gehaakt heb. En hier moet je echt even opletten dat je wel die full stitch weer maakt na de middensteek. Dus ik haal gewoon even wat meer ruimte met mijn vingers, zodat ik het kan zien. Kijk hier, dit is de volgende steek, daarvoor wil ik insteken. Nou, dan maken we weer een gewone Tunische steek. En om de volgende steek gaan we weer een full stitch maken. Dus again, ik maak gewoon even wat ruimte, zodat ik het kan zien. Volgende steek ervoor. En erna steken we gewoon van voor naar achter. Deze maken we weer gewoon. En dan zijn we alweer toe aan de volgende. Hier weer, dit is de volgende steek. Dus ervoor een full stitch. En erna een full stitch. Dit doe je dus heel de rij. En ik ben nu al aanbeland bij de laatste twee steken. En die willen we weer minderen. Dus door beide lusjes insteken. En als een gewone Tunische steek. En de kantsteek. Met de twee lusjes aan de zijkant. Dus we gaan nu ook een iets andere teruggaande rij doen. Want waar we twee lusjes gemaakt hebben van die ene steek. Die willen we ook, daar willen we er weer eentje van maken. Dus de kantsteek. Nou, dit was een gewone Tunische steek. Dus die halen we gewoon door twee lussen. Maar deze hebben we die full stitch om die steek gemaakt. Dus we halen hem door drie lussen. Kijk, de volgende is weer een gewone Tunische steek. Dus door twee lussen. Maar die volgende hebben we weer die full stitch gemaakt. Dus van twee lussen, van één lus twee lusjes gemaakt. Bij de teruggaande naald maken we daar weer één lus van. Dus we halen hem door drie lussen. 1, 2, 3. Nou, dan ben ik bij het vlak voor het einde aanbeland. Of voor de middensteek. Daarbij moeten we twee keer gewoon door twee lussen halen.
bij die middensteek zelf ook door twee lussen. En aan de andere kant moeten we dus ook twee keer door twee lussen halen. En dan slaan we om en halen we hem door weer door die drie lusjes. Dus 1, 2, 3. He, dat waren die twee full stitches. De volgende is weer gewoon door twee lussen. En dan weer door drie lussen. Nou, dan zijn we bij het einde van de rij aanbeland. Dan doen we door 2 en door 2. Nu in dit patroon wil je heel graag dat dezelfde steken boven elkaar komen. Dus die eerste twee steken die we samen gaan haken, dat is nu in dit geval die twee lusjes. Dit is één steek. Dus we moeten hem nu eigenlijk door 3 lussen heen steken om twee steken samen te haken. Nou, de volgende steek was in de vorige rij een gewone, dus dat doen we ook weer een gewone. Maar die volgende was de full stitch eromheen. Dus dat doen we nu weer. Dan maken we weer een gewone. En dan zijn we bij het midden aanbeland. Maar de steek voor de middensteek moet altijd een gewone zijn. Dus nog een gewone. En dan maken we weer een full stitch. Voor de middensteek doen we een breisteek. En dan maken we weer een full stitch. Nou, dan zijn we in de volgende rij aanbeland. In het volgende deel. En hier willen we ook twee keer die gewone maken. En dan kunnen we hier weer, zie je, hier hadden we die twee lusjes samen. Dus daar gaan we ook weer de full stitch omheen maken. Hebben we weer een gewone. En ook hier aan het einde van de rij gelden die twee lusjes als één steek. Dus we steken weer in door drie lusjes. En hebben dan een steek geminderd en maken de kantsteek. Ik doe het niet helemaal goed, jongens, sorry. De kant steken in deze rij. Dus in de teruggaande rij wil je weer op de plek waar je die twee lusjes gemaakt hebt van één steek, door 3 halen. Dus nu beginnen we met de kant steek. We hebben die samengehaakte, moet gewoon door 2 lussen. Dit was een gewone door 2 lussen. En dan krijgen we hier die waar we die full stitches gemaakt hadden ondersteek. Dus door 3 lussen. En dan weer door 2. Weer door 2. En weer door 2. Nou, dan ben je bij de middensteek aanbeland. En dan die natuurlijk ook door 2. Zo haak je die teruggaande rij en dan heb je hier weer de full stitches, dus door 3. Door 2, door 2 en door 2. Nu, de volgende rij gaan we dus die middensteken ook invoegen in het patroon. Dus je haakt de twee samen. Dat zijn nu twee gewone tunische steken. Dus
Maar in de volgende rij gaan we voor de middensteek ook de steek in het patroon invoegen. Dus kijk even mee. De eerste twee steken haak je weer samen. Dan hebben we die steek gemaakt waar die twee voelstitjes omheen. Dan heb je weer een gewone. En dan van die volgende steek gaan we ook voelstitjes maken nu. Want we hebben nu ruimte voordat we bij het midden zijn. Want dan kunnen we nog een gewone tunische steek voor het midden maken. Het meerdere in het midden. De middensteek gemaakt. Dus ik verplaats gelijk de steekmarkeerder. Nog meerdere na de middensteek. Dan maken we ook die gewone tunische steek. Maar dan kunnen we om de volgende ook de full stitches gaan maken. Die wisselen we af met de gewone. Want hier hadden we de full stitches ook. Dus die kunnen er ook omheen gemaakt worden. En dan ben ik alweer bij de laatste twee steken aanbeland. Die we samen haken. En dan maken we de kantsteek. Dus zo kun je steeds de steken die je gemeerderd hebt invoegen in het patroon. Dat je veetjes boven elkaar komen. Leuk dat je meegedaan hebt met week 4. Je hebt weer een nieuwe steek geleerd. En deze kun je weer toevoegen aan je repertoire. En heel leuk om ik vond hem heel leuk om te doen. Dus ik hoop jullie ook. Volgende week gaan we weer wat nieuws doen. Dus kijk je weer mee op knottenwol.nl. Doei doei!